een paar dagen de wildernis in. De wildernis van Torres del Paine. Alleen al de rit hier naartoe is echt fantastisch. Maar er staan ook gave hikes op de planning. Watervallen, mooie helderblauwe meren. Hele mooie plekken waar we gaan verblijven. De Explora ziet er echt heerlijk uit. Uitzicht op de cuernos, de horens. Maar goed, we gaan het jullie allemaal laten zien in deze video. We zouden eigenlijk willen beginnen met het meest iconische beeld van Torres del Paine. De drie torens die boven alles uitsteken. Maar helaas, vandaag zie je ze niet vanwege de mist. De natuur heb je niet in de hand. Maar helaas. Dat maakt echt niet uit, want het is super mooi. Ja. Aankom bij Explora, ja, daar kan je genieten van een heerlijk wijntje of een kaarsje, naar de sauna gaan en springen in het bergmeer wat echt ijs en ijskoud is. Maar 's avonds wordt er even uitgelegd welke trips je kan doen, welke tours je kan doen. En nu gaan we lekker een drankje doen in de bar met een kaasplankje. Oké, daarna. Enjoy. Thank you. Delicious. Pannenkoeken voor je worden. Ja. Alles gepakt, een goed donsjackie, regenjackie, goede wandelbroek, schoenen. We gaan een hele dag in Torres del Paine een geweldige hike maken. We zullen alle weertypes gaan meemaken, van regen tot zonneschijn en hagel zelfs. Er ligt allemaal fruit klaar, noten, gedroogd fruit, chocola. Goed geregeld hier. How much we'll see in the local. It's gonna be windy though. I can almost assure that. Windy. Garantosa passarella, oye. En qué momento se garantosa passarella? So calm and quiet. Stevig klimmetje omhoog, maar zo mooi.
how steep it is. Yes! Like this. Ja, en dan kom je terug naar die hike van 15 kilometer en dan heb je het best wel koud, want het regent, de wind waait. En dan denk je, ik spring in de bus en dan gaan we lekker terug. Maar nee, eerst tijd voor een biertje natuurlijk, of een wijntje, of champagne, of lekker fris, wat je wil, wat snacks. En zelfs een broodje zalm, echt fantastisch. En natuurlijk de kachel aan, dus ik ga snel naar binnen om een beetje op te warmen, maar echt fantastisch.